Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. En de Nijmegenaren kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Na de wedstrijd spraken we met Jordan Larsson en trainer Adrie Bogers. Ja, Adrie, na Jong PSV NEC ging je behoorlijk tekeer in de kleedkamer. Wat heb je net gezegd tegen je spelers? Nou ja, dat het gewoon aan onszelf te wijten ligt. Is, als je ziet, ik had ze al gewaarschuwd, de warming up was ook al heel makkelijk. En nou, dat zette zich wel voort in de wedstrijd, vond ik. It's just not good enough today. I mean, yeah, we score 1-0. I have a couple of more chances I could score late in the second half. When it's 1-1, we also have a few chances we can score. But we give away the goal quite easy, I think. And yeah, we don't score our chances. So yeah, it's not good enough today. En hoop je dan met overbewalen wat technieken in huis te halen? Of? Nou ja, je probeert in ieder geval, Steven zat niet goed in de wedstrijd, dus dan probeer je daar wat anders te doen. En ja, dan wissel je en dan kijk je van hoe dat zich uitpakt. Hè. Dan heb je nog iemand op links met een voorzet. Nou ja, dan probeer je dat we nog ballen in de 16 gaan krijgen. Maar die zijn er incidenteel geweest, alleen daar hebben we ook niet genoeg mee gedaan. Ja, yeah, I mean, the trainer told me when we had a lot of injuries, you know, with Mo with the hamstring. He asked me if I could play on the right side, but I have more of a free role. I can come inside, I can switch with Ferdi as a number 10 sometimes. And I think that's better for me because I like to play more central. I don't like to be so wide out on the field. So when I can come inside like this, I think it's a good role for me. Why the substitution? Really, I don't know. I think it's a question you have to ask the trainer. I wasn't happy with it, but yeah, I could have handled the situation better. But yeah, it's a question you have to ask for the trainer. I don't know really. En we wilden in de laatste fase natuurlijk forceren en wat sneller die ballen in de 16 brengen. Ja, dan heb je Braken, hoop je nog altijd in de lucht dat hij natuurlijk sterk is. En met Atjebar eromheen, nou ja, dat hadden we al eerder gedaan en dat was toen ook goed gelukt. Ja, en dan probeer je zo te wisselen. Overweeg je dan nog om er een verdediger uit te halen? Nou ja, we hadden al drie verdedigers. Want Heinlon speelde eigenlijk gewoon een soort van rechtshalf, rechtsbuiten. Dus we hadden eigenlijk alleen maar met Frank Gollen en Verdonk. Dus ja, ik denk van uiteindelijk zit het er maar niet in. We will do everything for us and for the club and for the fans, of course. Dan dinsdag, leuke wedstrijd natuurlijk. PEC Zwolle, die het uitzeker doet in de Eredivisie. Ja, hoe ga je daar nu heen? Ja, hetzelfde als dat we vandaag gewonnen zouden hebben. We willen graag in de beker ook verder. Ja, dat zal een zware pot worden. Dus ja, goed uitrusten en op naar de volgende.